Tot nu toe zeker geslaagd. Inhoudelijk zeker. Hè. Onze introductiespreker was inhoudelijk van een heel sterk niveau. En dan het panel daarna, ja, dan merk je dat fake news, nepnieuws in het Nederlands, echt nog wel een begrip is dat in de kinderschoenen staat en waar mensen mee worstelen. Heel volwassen journalisten, heel rijpe marketeers, die eigenlijk niet zo echt goed weten hoe ermee om te gaan, laat staan het te definiëren. Fake news is dus een van de uitdagingen voor de toekomst, voor de media- en communicatieprofessionals. Zeker voor de media- en de communicatieprofessionals, dat staat buiten kijf. Maar het is ook een uitdaging, denk ik, voor de hele maatschappij en voor politici. In welke mate gebruik je fake news of kan je er op een deontologisch verantwoorde manier gebruik van maken? En in wat verschilt feiten van een opinie of van gewoon het verdraaien van de feiten of het hebben van een verkeerde opinie? Het is nog een heel vage zone, het is een heel vage zone, een twilight zone, om het in het Engels te zeggen. Er kan nog heel veel over gedebatteerd worden en ik hoop uiteraard dat we dat in het tweede gedeelte van onze PR-summit ook gaan kunnen doen. U als communicatieprofessional, wat raadt u eigenlijk de gewone Vlaming, de gewone Belg aan als tool om te gaan met fake news? Hoe moet de mens, is dat gewoon een kwestie van gezond verstand of gezond wantrouwen? Wel, ik denk, het is vooral een zaak van kritisch kijken naar de informatie waar je naar zoekt. En gewoon even nadenken, zelf even nadenken, en dat is dan gezond verstand of kritische geest. Gewoon even nadenken van, kan dit kloppen? Komt het uit de juiste bron? Heb ik dit nog ergens gelezen? Komt het van een betrouwbaar medium? Is het met de juiste intentie meegedeeld, geschreven of in film of in beeld gezet? Al naar gelang, maar ja, het ontwikkelen van het kritisch vermogen, wat we vaak ontbreken. We lezen toch zo graag wat we zouden willen lezen. En dat kritisch vermogen wat opbouwen is het enige wat ik eigenlijk kan aanraden. Want dag van vandaag is het heel moeilijk om fake news van echt nieuws, van echt nieuws te gaan onderscheiden. De grens is heel vaag. Slotvraag, in uw voorwoord zei u dat u heel tevreden was dat er zoveel studenten aanwezig zijn ook vandaag, omdat zij eigenlijk de toekomst zijn voor het communicatievak. Wel, ja, in de vraag zit het antwoord. Heel veel jonge mensen hier betekent dat ook heel veel mensen zich voor professionele communicatie interesseren, daar ook hun beroep willen van maken, hun vak willen van maken. Ik denk met de uitdijnende media en de uitdijnende kracht van de media, dat er ook op onze markt en zeker hier in België meer en meer communicatiedeskundigen en goed opgeleide communicatiedeskundigen nodig zijn. Dus daarom verheugt het mij bijzonder dat hier heel wat jong volk, heel wat studenten, geïnteresseerde studenten, dat zie je trouwens op de Twitterwall, dat er heel wat geïnteresseerde studenten zijn, ook met een eigen mening, dat die hier aanwezig zijn.